En dan kun je bijvoorbeeld naar Burma gaan. Nou, Burma, u uiteraard allemaal bekend onder andere van de opstand van de monniken een jaar geleden of 2 jaar geleden. En dat is niet de eerste opstand. Het is daar natuurlijk een regime van militairen en redelijk onderdrukt gedoe daar. Maar ik was daar en ik heb natuurlijk heel veel met die mensen gesproken. Allereerst zijn die mensen niet alleen maar normaal vriendelijk, ze zijn echt normaal vriendelijk. Niet onderdanig of zo, ze lopen met je mee, ze wijzen je de weg en willen heel veel van je weten. Ze zijn eigenlijk heel erg blij als je komt, dus je kunt het wel boycotten. Daar is natuurlijk ook wat voor te zeggen, maar er is ook wat voor te zeggen om het niet te boycotten, daar naartoe te gaan en proberen. Al was het alleen met het feit dat je toerist bent, help je ze ook. Want ze hebben allemaal wel kleine dingetjes waar ze geld aan kunnen verdienen. Al was het alleen maar een guesthouse voor $5 per nacht. En ik heb daar gereisd en het is een ontzettend groot land. En je ziet heel erg veel ruïnes van tempels. Maar niet een paar of zo, een paar honderd meter. Echt zo over 2-3 kilometer. Hè. En ook weer hele prachtige tempels die helemaal op en top eigenlijk gewoon goed zijn. En op een reis kwam ik op een gegeven moment tegen, het is een boeddhistisch land. Hè? En op een reis kwam ik op een gegeven moment een man tegen in een bus. En 12 uur in die bus gezeten. Hij zat voor mij en hij heeft dus 12 uur achter zo'n stijve nek opengehouden. En toen heeft hij mij dus over het Vipassana boeddhisme wat uitgelegd. En toen raakte ik geïnteresseerd en ik ben daar een beetje, ook later ben ik daar ingedoken. Toen kwam ik erachter dat er een zekere Goenka dit eigenlijk nu allemaal voortzet. En het Vipassana boeddhisme is een boeddhisme wat eigenlijk tot op heden eigenlijk bewaard is gebleven, met name in Burma. En in de meeste andere landen is dat er niet meer. Daar wel. En deze meneer Goenka was toen hij jong was, zo'n jaar of 20, 22, was hij heel erg ziek geworden. Maar hij kwam ook nog eens een keer uit een hele rijke familie. Hè? Je hebt dus die militaire top, dan heb je een paar hele rijke industriëlen en dan heb je eigenlijk armoede. En hij kwam uit die top en hij wist het niet beter. En hij werd dus ziek en het werd me niet beter. Hij had hoofdpijn. En op een gegeven moment zei iemand, ga naar Vipassana. Leraar, misschien kan hij je helpen. Nou, hij zei, nou, dat is gezweefd, dat wil ik niet. Meditatie, wat? Nee, dat doe ik niet. Maar hij ging wel uiteindelijk, want hij wist niet anders. Wel, pijn. En lang verhaal kort te maken, hij raakte zo onder indruk, pijn ging ook weg. Hij verdiepte zich steeds meer en meer in. Hij kwam sowieso uit Indiaanse ouders, voorouders. Ging terug naar India, begon cursussen te geven in Vipassana. Eerst maar voor familie en bekenden, daarna voor steeds meer mensen. Het is kosteloos tot op heden. En de laatste 40, 50 jaar heeft hij het worldwide op de kaart gezet. En voor die man heb ik respect. Dus probeerde contact met hem te krijgen. Ik zei, mag ik een interview van u? Want ik wil wat gaan doen. Ja, ik geef geen interview, dat doe ik nooit. Ik zei, ja, maar ik wil over Burma wat doen. Ah, zei hij, dat is mijn Achillespees. Hij zei, ik hou van Burma. Dus ik heb op een gegeven moment, hij was eenmalig in Europa, in België, was ik bij hem, een prachtig interview gehad. En ik heb dus een stuk gecomponeerd als een ode aan Mr. Goenka. I was born and brought up in a very staunch conservative Hindu family in Mandalay, the ancient capital of Myanmar. Move.